Nou, wat mij betreft is het de tweede revolutie in retail. De eerste revolutie, vond ik, was de binnenkomst van de zelfbediening in Nederland, maar ook in de hele wereld. En deze tweede revolutie, dat de klant echt on- en offline volledig in controle is, is voor mij de nieuwe revolutie. Want hoe gaan alle bedrijven hier hun nieuwe businessmodellen opzetten? Wij hebben een groot voordeel, het zit echt in de DNA van Miss Ethan en van Promise om echt in de huid van die klant te kruipen. Wanneer zij iets wil, wanneer zij een modisch artikel wil, wanneer zij iets nodig heeft, of dat nou on- of offline is, dat is gegroeid vanuit de historie, vanuit de winkel. En dat weten we al goed online ook weer te vertalen. Door de nieuwe technieken die we op dit moment hebben, de big data, maar de loyaliteiten, wat we zien, de bewegingen op online, kunnen we haar nog beter begrijpen en nog beter op het juiste moment het juiste artikel aanbieden. We hebben on- en offline, en dat heet dan nu met een nieuw woord het inline maken van je organisatie. En ja, ik denk, zoals bij een revolutie, dan sta je pas aan het begin van de nieuwe werkelijkheid. En het verder inline maken van de totale Ethan-groep, dat is het grote doel. En nog dichter in die huid van onze koningin klant kruipen. Miss Ethan heeft altijd gezegd, wij bieden onze klant wat zij wil, niet wat wij kunnen maken. En dat dus heel goed luisteren naar die klant, daar geeft Omnichannel nog veel meer aan. Je kan nog directer in contact komen met je klant via allerlei fora's of panels, één-op-één contacten als die klant dat wil, dan wel online, dan wel offline. Maar op elk moment dat je met haar in contact komt, moet je er heel serieus nemen. Dat is bijna darwinistisch, denk ik. Het zullen niet de grootste zijn, het zullen niet de sterkste zijn of de slimste zijn, maar het zullen wel degene zijn die zich het beste in die inline wereld hebben kunnen aanpassen. En dat zullen de nieuwe winnaars van de toekomst zijn. En ik neem aan dat de Ethan Groep daar weer bij is. We zijn nu echt een onontgonnen gebied aan het ingaan. En we kunnen heel veel van elkaar leren. Want we zullen elkaar toch meer als partners moeten gaan zien dan als concurrenten. En als wij als retailers de armen om elkaar heen slaan, dan kunnen we het weer fantastisch, interessant en uitdagend voor koningin, maar zeker ook voor mijn collega's koningklant maken.